Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe Pokémon Crown Tundra video. We hebben de Crown Tundra uitgespeeld en nu kunnen we nog een aantal dingen doen. En voor het eerste ding gaan we richting de Dynatree Hill. En dan gaan we niet naar die boom zelf, want jullie hebben al gezien wat er gebeurt als je aan die boom schudt. Tenminste, als je mijn vorige video's ook hebt bekeken, heb je dat nog niet gezien? Druk op die abonneerknop en ga het even checken. En doe gelijk dat duimpje omhoog, dan gaan wij hier het water op. En dan gaan wij even met snelheid naar dat kleine eilandje toe, want daar zo... Daar staat nog een kookpot. En ik weet niet wat we bij die kookpot kunnen doen. Nou ja, eigenlijk weet ik het wel. Hallo, kookpotje. En als je goed kijkt, dan zie je hier naast het kookpotje... twee voetstapjes. En zie je die voetstapjes nog niet? Dan komt dat waarschijnlijk omdat je Terrakion, Virizion of Cobalion nog niet hebt gevangen. Je hebt die drie, alle drie nodig. Wat zijn dit voor mooie voetstapjes, jongens? There's Pokémon evidence, unlike any you found before. Ja, en waar een kookpotje is, daar moet je even een kampje opzetten. Hallo, legendarische Pokémon. Ah, hallo, Moltres. Hallo, Virizion. Wil je ook even je shine? Nice, hoor. Anyway, we moeten even wat gaan koken. En het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat we gaan koken. Laten we zo'n large leek gebruiken. En misschien wat citrusberries erbij. En een oranberry. Of nou ja, we kunnen nog meer oranberries. Nou, dan doen we ook nog wat... tomato berries. Zo, dit ziet er lekker uit, jongens. Oh, nom, 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 nom. Kijk die Virizion kijken, jongen. Die is echt bij de hand. Hoppakee, wapperen, wapperen. Fan the flames. Let's go. Ja, ja, kom maar meer. Meer, ik wil meer vlammen. Ik wil meer vlammen. Kom op. Burning, burn the fire. Fire the burn. Ja. Ik weet ook niet wat ik zeg. In ieder geval, Moltres en Virizion die beginnen het leuk te vinden, jongens. Oh, nu moeten we even roeren. Lekker roeren. Wij zijn de meesterkokers. Ja, koken. Ik weet niet, man. Het ziet er niet heel lekker uit, eigenlijk. Ik hoop dat het smaakt, jongens. Oh, ik ging veel te snel. Ik drukte veel te snel op de A-knop. Ik heb nog nooit gekookt. Ik doe dit niet. Dit soort dingen doe ik niet in Pokémon games. Nou, zo te zien zijn ze allemaal toch wel enthousiast over mijn kookkunsten. Een lekkere leek curry. Oké, is het lekker? Is het lekker? Ja, het is lekker. Helemaal top. Volgens mij horen we iets. Ik hoorde iets. En Terrakion die zag het ook. Terrakion zag wat gebeuren. En kijk! Kijk dan! Daar staat Caldeo! Ja, wat een baas. Oh, ik vind Caldeo wel echt een vette Pokémon, jongens. Die vind ik echt tof. Oh gosh, hier komen we aan, Caldeo. Oh, jij bent echt een baasie. Kijk hem staan, kijk hem lopen. Kom maar. Yes! You encountered a wild Caldeo. Kom op, Terrakion. Hij is maar level 65. Ik ga een not very effective move doen, namelijk Stone Edge. En hoop ik dat hij die overleeft. Caldeo doet Sacred Sword en die is super effective. Oké, Stone Edge. Kill hem niet. Kill hem niet. Oké, goed zo. Top, die kunnen we wel nog een keertje doen. Als wij de Sacred Sword tenminste overleven. Oké, die overleven we. Nog een keer Stone Edge. Ja, ik ben alleen wel benieuwd of we hem op deze manier gaan vangen. Let's go. Bal nummer 1. Ja, dit gaat waarschijnlijk weer heel lang duren, jongens. Die Stone Edge was wel heel erg zwak. Ik ben benieuwd. Ah, oké. Ik denk dat we toch weer al die ballen hebben. Of, ja, AliExpress ballen, denk ik. Ik denk dat dat nog meer in de richting komt. Hoppakee. Dit gaat hem worden, jongens. Dit wordt hem. Dit wordt hem niet. Ja, ik moet even kijken wat ik ga doen. Ik wil hem eigenlijk nog een keer aanvallen. En ik heb geen Pokémon die False Swipe kent. Dus dat is een beetje een nadeel. Cobalion heeft ook nog een move die not very effective is. Kom maar, Cobalion. Doe even Iron Head. Als je de kans tenminste ervoor krijgt. Ja, oké. Okay, we krijgen de kans gelukkig wel. Iron Head. Oh, die is wel heel zwak. Nou, dat betekent dat we er gewoon nog één kunnen doen, hopelijk. Kijk, die Caldeo gaan, jongen. Die Caldeo, die ziet het wel zitten, hoor. Oké, hierna kunnen we dan Calyrex inzetten, zodat we gewoon die klappen allemaal kunnen ontwijken. En dan gaan we even door met Ultra Balls gooien. Let's go. Freaking Caldeo, I love you. Kom in mijn teampie. Of niet? Ah, daar gaat Cobalion. Het is tijd voor de one and only Calyrex. Calyrex kan je trouwens ook loskoppelen van het paard. Maar dat heb ik nog niet gedaan, want ik vind ze wel bazen op deze manier. Hoppakee, kom op, Caldeo. Kom maar. Ja hoor, daar komt hij. Hey. Hij komt echt. Nee! Ah, ik dacht het echt. What? Daar gaan we, jongens. Caldeo is in de pocket. Nice. Ah, lekker, man. Super vet Pokémonnetje. Kijk hem nou.
Ik kan, ja, ik weet niet. Ik kan wel genieten van deze Pokémon. Ik vind het best wel cool. Wat vinden jullie van Keldeo? Geef even een cijfer aan Keldeo in de comments. En vertel waarom je hem wel of niet tof vindt. Ik ben benieuwd. Ik gooi hem natuurlijk in de party. En ja, dan doe ik dat even voor Cobalion. Ja hoor, kom maar gezellig mee. Oude unicorn baas. In hetzelfde gebied kan je nog iets gaan doen als je de Crown Tundra DLC hebt uitgespeeld. En dat heeft allemaal te maken met deze mysterieuze grafsteen die hier aan het einde staat. Als je hier zo langs rijdt, langs alle bosjes, dan kom je op een gegeven moment hier achteruit. En hier staat dus een grafsteen en die zegt: spread my voice. En de bedoeling is hier dat je je internet aanzet. En dan ben je verbonden met het internet. En vervolgens moet je met allemaal mensen praten die hier ook online verbonden zijn met de game. Dat moet je doen met 32 mensen. Het beste is dat ook om op deze plek te doen. Want ja, hier, kijk, hier wil iedereen dat eigenlijk doen. Omdat iedereen natuurlijk die Spiriton wil vangen. Kijk, hier staat nog iemand. Hallo, hallo. Ik krijg een pack of sausages. Er staan hier 3 mensen. Dus ik heb nu met 3 mensen gepraat blijkbaar. Oh, hier is nog iemand. Hier was nog iemand. Kijk, hier staat nog iemand. Hallo. Hallo. Het is best wel chill, want op deze manier krijg je ook echt allemaal items. Gelukkig staan hier echt superveel mensen die hetzelfde aan het doen zijn als ik. Oké, dit was nummer 5 en dat doe je dan dus met 32 mensen. Oh, en een goede plek om ook te zoeken is natuurlijk altijd bij dit soort raid dance. Als je dan tenminste niet aangevallen wordt door een freaking Tyrantrum. Pak hem, Keldeo! Hoppakee. Bam. Lekker gedaan, Keldeo. Hoppakee. Dinosaurussen hebben niks op jou. En als je dan die 32 mensen hebt gesproken, dan staat er: my voice has been heard. Vervolgens wil je even uit dit gebied gaan. Dus je wil gewoon helemaal weg hieruit. Trouwens, als je op zoek bent naar Galarian Twix om dus Galarian Slowking te gaan vangen of krijgen, dan moet je ook even in dit gebied zoeken, want hier bij die boompies liggen heel veel Galarian Twigs. Ik had er net, in 3 minuten had ik er 10 gevonden. Oké, dus we zorgen dat we even uit dit gebied gaan. En dat zijn we nu. Nu je daar rechts onderin zo'n melding ziet dat je dus ergens anders zit en het weer verandert. En dan gaan we even terug. Oh, hij is er niet. Misschien moeten we even verder weg. Misschien moeten we gewoon even terug naar Freezington of zo. En we gaan weer terug. Ja, kijk, we moesten gewoon even verder weg. En daar is die Spiritomb. Ja, super vet. Deze kan je ook shiny krijgen blijkbaar. Mijn Hydro Pump zou hem vast niet kapot maken. Nee, helemaal niet als ik hem mis. Lekker dan. Pak hem. Hydro Pumpie. Hoppa. Oh, hij laat me slapen. Lekker dan. Regieleki, jij bent de volgende, jongen. Krijgt een Shadow Ball op zijn bakkes. Nou, even kijken. Ik denk dat Electroweb Spiritomb nog niet kapot gaat maken. Althans, laten we het hopen. Nice. Kijk, top. Dit is prima. Wel een gekke Pokémon, hè, Spiritomb. Ik vind dat echt een hele rare, maar tegelijkertijd ook wel een hele vette Pokémon. Dat geluid ook wat hij maakt, joh. Riep. Alsof het een soort van glitch Pokémon is of zo. Gaat dit hem worden, jongens? Gaat dit hem worden, jongens? Gaat dit hem worden, jongens? Ja, lekker! Oké, dit ging best wel snel. Wisten jullie dat Spiritomb een verzameling is van 108 spirits die in die odd keystone zitten? Zeg maar dat steentje wat je onder Spiritomb ziet? Helemaal gek. Maar wat zegt de Pokédex eigenlijk over Spiritomb? Het is een ghost en een dark type. Ja, de Pokédex zegt het ook. De kwaadheid, de evilness van Spiritomb, die heeft een reiziger betoverd met een spreuk. En daardoor zit die reiziger nu ook in die odd keystone. Kijk, er zit ook echt een sad face op die keystone. Op dat steentje. Oh. Ja, dan dacht je dat Pokémon altijd voor kinderen is. Maar stiekem, sommige Pokémon zijn echt pure evil. Ik ben erg benieuwd hoe die achter ons aanloopt. Ja, hij loopt niet. Kijk, hij loopt niet. Hij doet het niet. Hij schuift soort van zichzelf voort als een slang. Oh, crap. Ja, en op een gegeven moment spant hij dan waarschijnlijk weer achter je. Ja, kijk, daar is hij weer. Oh, hij is veel te traag, joh. Hij kan niet eens lopen. Wat een gek. Yo, alles goed, Spiritomb? Ja, oké. Nou, ik voel me niet echt chill met deze Spiritomb bij me. Maar dat is dus hoe je Keldeo en Spiritomb vangt in de Crown Tundra DLC in Pokémon Sword and Shield. Even een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dit soort video's vet vindt. En dan krijg je dagelijks Nintendo video's op je bakkes. Ja, dan hoef ik nog maar één ding te zeggen. En dat is mazzel!